Maar ja, op een gegeven moment houdt hij op met praten... en moet hij gewoon ventileren, omdat hij hard rent. Een van de laatste dingen die hij zei... hoe hard ging Gerrit bij deze test, toch? Dan was je was nog niet ja. even tevelen. Ja. Welkom in het slimmer presteren sportlab. Jouw portie proefjes met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... sportarts en topcoach Guido Vroemen... en ik, man in Lycra, Gerrit Heikoop. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen zinvol en onzin niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen en Guido over. Drempels meten met een slim T-shirt. Hoe werkt dat? Om het beste uit je training te halen is het belangrijk om je drempels en zones te kennen. Een inspanningstest met dure en specifieke meetapparatuur is hiervoor de gouden standaard. Maar lukt het ook om deze metingen te doen met een slim shirt dat je ademhaling nauwkeurig volgt? We zoeken het voor je uit in ons eigen Slimmer Presteren Sportlab. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, Guido, hey. Hey, goedemorgen. goedemorgen. We zitten hier nog steeds in het sportlab van Slimme Versteren. Yes. Begint wel een beetje thuis te voelen, toch? Leuke ja, plek. Leuke plek. Ja, zeker. Super veel leuke reacties ja. op onze vorige aflevering. Uh, veel vragen, veel suggesties. Dus wie weet uh, komen we hier nog wel eens vaker te zitten. In deze aflevering gaan we toch een beetje door op waar we vorige keer het ook over hadden, namelijk het belang van goed weten waar je drempels liggen om je trainingen en uiteindelijk ook je race in de juiste zone te volbrengen. Dat kan met een inspanningstest, daar hebben we wel eens een aflevering over gemaakt, maar kan ook met iets anders. Ja. Wat heb je meegenomen, Guido? Nou, het blijft een inspanningstest die je nodig hebt, want je moet toch inspannen uiteraard. Dat kan ik beamen. Het was een, ja. in, het was een inspanning, ja, zeker? Ja, ja. Ja. Maar jij hing niet helemaal vol behangen met een ademgasmasker nee. en allemaal snoertjes. Nee, je had gewoon een strak shirt aan. Ja, Een, een, Stond je een goed. ondershirt, ja, was, uh, zo voelde het wel. Ja. Dus hier merk je helemaal niks van. Ja, het was een maatje te klein, had ik het gevoel. Maar, uh, dat is belangrijk, denk ik. Dat is ik. belangrijk, dat ja. Was ook, ja. Dat moet ook precies zo zijn. Het moet niet een beetje ruim zitten in het shirt zijn, want er zitten namelijk in het shirt stroken ja. verwerkt. Die meten eigenlijk je uitzetting van je... Borstkast tijdens inademen en weer inkrimpen bij uitademen. Oké. Okay. Dus als je inademt, dan neemt het volume ja, natuurlijk ja. toe. En dan is het shirt, doordat het zo strak zit. en die sensoren die ze hebben erin verwerkt, kan dat mooi meten van hoeveel zet hij nou uit. Ja. En aan de hand van um, nou, een, een eerste calibratie. kun je daarbij ook zeg maar, longvolumes koppelen, maar hij weet ook gewoon precies van hoe vaak. Je adem haalt in, uit, in, uit, in. uit. Dat kan hij gewoon meten. En hoe diep dan de ademhaling is. Dus als je heel diep inademt, is dat anders dan als je heel lichtjes in en uitademt. Helm. En dat kan hij dus eigenlijk allemaal uh, meten. Dat is ja. wel heel gevoelig dan, die rekstrookjes, denk ik. Ja, daar was ik er ook wel een beetje nieuwsgierig. Ja, daar, kan want, het wel in de wasmachine? Het kan in de wasmachine. Oh, ja, oh, ja ah, dat is. Absoluut. Dan moet je wel. Er zit ook zo'n pot bij. Ja. Hè? En dat die ziet we... er eigenlijk het meeste high-tech uit. Ja, hè? Het lijkt op ja, een beetje zo'n soort beveiligingsring uh, die He, in de winkel zit. En ziet ook dat hij met een blauw lampje, dan zit hij gekoppeld aan de app. Ja. Dan weet je, ah, hij doet het, hij is wakker. Maar dit ding is in feite alleen maar voor de communicatie. Precies, weet je, dit, die, knik, die wordt erop geklikt en dan kan hij de data verzamelen en uitzenden. Dus die haal je er. Af als je hem in de wasmachine gooit. Maar ja. zit daar niet ook die. Uh, de, ik heb er iets over gelezen. Zo'n zo IMU in. Zo ja, wat is dat? Eigenlijk. Een ja, soort ja, ja, ja. Uh, hetzelfde als een stride pot. Zo'n e eentje die je alle uh, met versnellingsmetertjes, oh. ah, positiemetertjes, et cetera. Ja. Dat is eigenlijk dit dingetje, denk ik. Nou, ja, dat zit hierin. Zit daarin. Oh, okay. ja, alles zit hierin. Want dit daar is... hebben we het eigenlijk. Daar gaan we misschien ook niet uh, echt behandelen. Want nee. dat, uh, dat pretenderen zij ook. Hè? Ja. Dat zij ook iets kunnen zeggen over cadans. Ja. En de power zelfs ja. van het hardlopen. Tijdens het hardlopen zitten eigenlijk gewoon gyroscoopjes, ja. accelerometers in. Ja. Die weet dus. Nou, als je op een treadmill loopt, weet hij dat niet. Hè? Dan weet je niet hoe, ver die, hoe snel die naar voren nee. gaat. Maar hij weet wel, zeg maar, hoe ver je op en af gaat. Dat ja. weet hij wel. Dus dat kan hij wel dan beoordelen. Je, zijn die dingen wel eens vergeleken, ook de stride en die dan voor uh, tijdens het hardlopen? Dat is een goede. Ik ja. heb het nog niet gedaan. Nee, nou, ik ben er eens dus gaan doen. Op het lijstje. Ja. Ja. ja, ik ben er niet meer buiten gaan rennen. We, maar we dat... kijken er nu naar Top, vanuit uh, als een soort ja. alternatieve, minder invasieve inspanningstest. Of ja. uh, misschien wel een, een permanente inspanningstest. Is het idee dat je dit ding dan altijd aan hebt als je gaat sporten? Volgens uh, de fabrikant die dit maakt, uiteraard wel. Weet ja. je, daar kun je dus op. je... zeg toch weer even voor de mensen die nu instappen in het Slimmer Versteren Sportlab: wij zijn volledig ongesponsord. Ja. Ja, nee, ik ben natuurlijk heel erg um, benieuwd naar um, hoe het werkt en of het werkt en of ja. ik er iets aan heb. Dus daar neem ik vaak wel contact op met nieuwe sensoren. En dan denk ik, nou, weet je, dit wil ik wel eens gaan testen en proberen, want werkt dit wel? En, um, en... Nou, als je dus een een threshold test hebt gedaan. Ja. Dan krijg je dus je, weer je VT1, VT2. Hè? Dus de aerobe, dus. Aerobe, ja, Etcetera. Um, en dan kun je dus eigenlijk... Wil ik nou een training doen die eigenlijk puur aerobe is... dan moet ik dus gaan trainen en zorgen dat ik onder VT1 blijf. Ja. En dan is het een rustige en training. En ook deze app geeft real-time data. Ja. Dus mocht je sporten met je telefoon bij je. of mocht daar straks eventueel een Garmin-veld ja, ja, of ja, zo ja. van komen. Ja, dan ja. zou die je kunnen waarschuwen. Ja. van hé, hey, je begint nu in de verkeerde zone te trainen. of dit is de zone waar je nu in traint. En kan ja. hij dat ook terugkoppelen? Dat je, als ja. stel dat jij over die drempel dan ingesteld. of ja. heen gaat, dat hij even een signaal, signaal geeft. van even rustig aan. Oké. Okay. Ja. Nog even terug naar, uh, wij beloven hoe werkt het. We hebben dus gezien, er ligt ja. hier een, een Nylon shirt. Daar zitten strips in, die blijkbaar op rek ja. een, een meting verrichten. Ja. Even nog een stapje dieper onder de motorkap. Uh, hoe betrouwbaar is het om aan de hand van borstbeweging, ademteug, volume. Ja, dat kun je afvragen, Een inderdaad. drempel te bepalen. Het is niet helemaal nieuw nog, want er zijn al wel meerdere um, systemen geweest die aan de hand van expansie van de borstkast dat meten. En um, nou ja, hoe. Als je dat nauwkeurig kunt meten, dan klopt dat. Als je dat heel veel bij heel veel mensen meet... en je koppelt dat aan hun echte meting van uh, ventilatie... Ja, dan, dan kun je daar natuurlijk wel een goede uh, trend in ontdekken. En die modellen die kloppen dus nu blijkbaar dus wel heel goed. Ja, Want we het hebben dat nu op, ook gezien. Ik, ik stel de vraag en opeens denk ik... wacht even, mensen die al heel wat jaren op mijn YouTube-kanaal ja. kijken... mijn allereerste inspanningstest was in de familie van sportrusten ja. die ook zeiden wij doen dat met een ademband. De stans, stans van de pool heeft ja. dat uh, bedacht, hè? Ja, dat, was, ja. dat okay. werkt daar ook op. Ja, dus dat, dat is gewoon een, een bruik, veel gebruik of in ieder geval gebruikte techniek om uh, een inspanningstest en nou dus ja, het, een drempelwaarde weet weet te Het, het gaat er met name om dat de meting die je doet, als je dus je ventilatie wilt meten, dat die echt gewoon nauwkeurig genoeg is, want het zijn het zijn niet hele grote overgangen vaak die je meet. Hè? Precies. Het is Hang, een klein ja. beetje meer, klein beetje meer. En dan wat wat hangt weet het wel van je lichaamsbouw hebt... denk ik dan toch ook wel af. Kijk, ik heb natuurlijk geen grammetje vet. Hè? En, uh, en, ja, en, het... en, en geen borsthaar, ja. om maar eens wat te noemen. Als je dit shirt wil gaan gebruiken in aanschaf, moet je uh, echt maten. Ja, heel ja. duidelijk opmeten en doorgeven. Vrouw, vrouwen, vrouwen, denk ik, dan zouden het daar. De strip zit op de rug. Ja, hè? Even ja, ja, ja. goed punt, uh, Gerrit. Ja. Uh, <laughs> ik zeker. denk even, ja, vrouwen. Ja. Ja, nou eens, ah, nee, ja. maar ik. Uh, ja. Ja, nou ja, in de show notes. Uh, een artikel wat ik van vorig jaar. hebben ze eigenlijk wat wij nu deden. nog wat netter, echt met aangasanalyse gedaan. Ja. En eigenlijk, uh, ja, uh, concluderend waren zij. Uh, nou, uh, zei, dit, dit is een, zeker een goede. Manier om in de buurt te komen, al van drempels. Ja. Het lijkt uh, mogelijk om het op te pikken op deze manier. Dus, uh, je hebt het gedragen. Ja. Ja. Je zei er net al iets over. Uh, had je er last van? Was nee. het invasief? Zeg maar nee, dan? helemaal niet. Het is eigenlijk alsof je gewoon. Uh, het is koud en soms doe je zo'n zo strak ondershirt aan. Zo voelt dat eigenlijk. Dat is wat het ja. is. Kijk, we hebben een mooi shirtje voor jou. Met wat. Stroken die erop zitten uh, gemaakt. Mm -hmm. Rekstroken eigenlijk zijn het. Ja. Het shirt zit, redelijk, zit strak om je heen. Dus eigenlijk elke uitademing, inademing. Uitademing, inademing, meet die. Er komt een, uh, een pot die eigenlijk al die data uh, verzamelt. Die komt erop. Ja. En die stuurt eigenlijk alle data naar de app. En zo kun je tijdens inspanning, dus je hele ventilatiepatroon eigenlijk meten. En nou ja, naarmate je zwaarder gaat inspannen, moet ja. je meer ademen. En daar zitten ah. een aantal knikpunten in. Dus uh, frequentie meet hij uh, met name? Ja, ja. ja. Ademminuut lukt dat ook? Even? Ja, dat is natuurlijk een berekening. Het is een model wat, waar dat uh, aan gekoppeld is. En, en, en de hij... drempels uiteindelijk. Kan je ja. gewoon die, uh, ja. de VT1, VT2? De... Exact, die okay. twee. Ja. Wat is VT1, wat is VT2? Als je rustig begint met inspannen, Um, krijg je gewoon een normaal, redelijk uh, adempatroon, wat heel regelmatig is. Ja. Naarmate het zwaarder wordt, zie je op een gegeven moment dan moet je meer ademarbeid gaan verrichten. Daar zit eigenlijk een eerste knik eerste in. Knik, hè? Ja. Dus daar komt ook een beetje anaerobe energiesysteem erbij. Ja. En als je echt voorbij je, um, nou, dat is een beetje zo: je 10-kilometer-snelheid, critical power noemen ze het vaak wel, dan moet je echt veel meer. ...gaan ventileren, CO2 kwijtraken en dan zie je een tweede knik. Een tweede knik, ja. En die gaan we oppikken. Dat is de bedoeling, hè. Ja. Ik weet niet of jij wel die... mooi zijn. Nou, ik ga maar Misschien waan. heb je ze wel helemaal niet, man. Ja, de vraag is... Uh... Er moet wel beweging zijn natuurlijk van die ademhalingsspieren om het allemaal op te pikken. Ja. En van die borstkas van mij. Kijk, Dat kippenborstje. Ja, het is nog wel strak ja. genoeg, hè. Lekker strak. Heel goed. Ja, dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Klik. moet ik hier wel een drempel overbrengen. Nou? vast, hou vast. dat gaat lukken. En nu zit je ook op, denk ik een beetje in de fase dat je een vraag nog met ja of nee kunt beantwoorden. Van uh, gaat hij nog goed? Ja, dan kun je... Oh, er is helemaal geen antwoord meer. Alleen nog maar met... ja, oh, zwaar. Heel goed. Heel goed. Hou vast, hou vast. Dan laat ik je even doorwandelen. Maar ik wil eigenlijk mijn data wel zo bekijken. Ja ja. ja. Je nou, hebt ja, de grafiek dat... meegenomen, Guido. Ja. Wat zie je? We hebben um, uh, het shirt eigenlijk... Ik heb eigenlijk alleen maar het shirt gekoppeld aan de app. Je kunt nog ook nog... Um, eventueel uh, tempo, als je een uh, sensor hebt die dat tempo aangeeft. Uh, met je GPS kun je er ook nog aan verbinden, hartslag. Maar nu heb ik alleen maar de ventilatie mee laten lopen. Dus je ziet maar één lijn. En uh, die curve zie je eigenlijk nou ja, een beetje grillig verlopen uh, in het midden gedeelte. Maar het eerste deel loopt die langzaam op. We beginnen hè, 9, toen 10 km per uur, 11, 12. En eigenlijk zie je eigenlijk. Dat die geleidelijk aan redelijk stabiel oploopt. Ja, jij stelde mij ook allemaal vragen. Ik moest... Ja, dan dan zeggen, praten, ik zeg, dat dan... ga je nee, ook dat, wel hè, terug Eigenlijk zien? is dat niet handig ja. geweest voor mij. Want dan ik, ik zou het willen ik... omdraaien. Als toeschouwer kan ik alleen maar zeggen. Jij had behoorlijk veel praatjes. <laughs> Zo kun je het ook zeggen. Want eigenlijk moet je bij een test. waarbij je ventilatie wel, ja. natuurlijk gaat meten. niet, moet je niet lullen. Praten. Nee, want dat verstoort je hele ritme. Dus ja, dat, zie dat, dat je zien ook we ook in de grafiek. Dat zie je dus ook. Ja. Zelfs dat zie je. Ja. Maar ja, op een gegeven moment houdt hij op met praten. En moet hij gewoon ventileren. omdat hij hard rent. Een van de laatste dingen die hij zei. Hoe hard ging Gerrit bij deze test, toch? Dan was je was nog niet ja, even ja. En daar zie je eigenlijk ook gebeuren. dat hij op een gegeven moment. zie je die langzaam stijgende trend. overgaan in een veel steilere trend. Ja. En daar zie je een duidelijke knik in zijn ventilatiepatroon. Wat eigenlijk heel goed mooi zichtbaar is. En dat is eigenlijk bij dezelfde. Ja, geeft eigenlijk dezelfde overgang van 12 naar 13. Daar gaat hij eraan. Ja, ik dacht dat je het al ging zeggen. We hadden natuurlijk in onze eerste aflevering in het Sportlab. over de Near infrared uh, ja. spectrum Nee, nou ja, de NIRS. Ja, de Als NIRS. je nu voor het eerst kijkt, zoek hem vooral op. Ook een manier om drempels te bepalen. Ja. Ja. Als je deze twee grafieken van Jurgen over elkaar heen ligt. zie je ja. dan inderdaad op hetzelfde moment die knik ontstaan? Ja, ja, ja. ja. En je ziet hier ook bij de 12, 13 kilometer per uur. dat hij zeg maar in 13 gaat hij echt veel meer hijgen. Ja. Veel meer ventileren, dus ja, dan gaat hij meer in, uit, in, uit en dan wordt eigenlijk het totale aantal liters wat hij daaruit berekent, wat hij ventileert, was ook gewoon veel groter. Ja. Dus hij moet ja. veel meer CO2 uitblazen. Dat is dat punt hè, dat je extra CO2 uitstoot ja. krijgt zeg ja. maar, of afblazen dat en moet de je eerste kwijtraken. VT1 is meer een extra opname ja. van zuurstof hè. Dat, exact. Uh, Weet ja. je hoe we dat punt ook goed konden herkennen? Uh, vertel eens. Nou, er werd niet meer gepraat, ja, hè? Nee, ja. Guido ja, zei ja, nog iets nee. van... Ja. <laughs> je kan straks alleen nog maar met ja-nee uh, ja, nee, antwoord Was... geven. Maar zelfs dat kwam nee, niet ik meer. een handgebaartje. Er kwam ook wat kleur in je gezicht. Ja, nee, precies. Dus dat werkt dus prima. Nee, maar, dus, maar ja, het, ik, ja het, uit... nee, ik, zie, ik zie het zo terug. Het is, uh, het is heel mooi. Jij zei nog van... Uh, je, 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 dat had je nu niet gedaan. Je, je hebt de optie ja. hè, om als inspanningstest in te stellen, zeg maar. Dan, ja, je uh... hebt in die app uh, die ze gebruiken Timeware heet het dan um, heb je ook de optie dat uh, je je threshold-test in kunt toetsen. En dan kun je alle mooie protocol volgen van hun. En dan volg je dat mooi. En dan, als je hem dan klaar hebt en je slaat hem op, dan wordt het eigenlijk naar hun database ook geüpload. En zij gaan hem dan zelf nog analyseren om de VT1 en de VT2 daarop er voor ah, ja. jou uit te halen. Ja. Ja. En, en ja. dat kan je gewoon in, uh, op de weg doen, in het veld, zeg maar. Ja, ja. je het gewoon hun... is altijd wat kortetje. lastiger... voor... Ja, want je moet wel steeds harder gaan lopen. Ja. Dus je moet nee, wel... Nee, tijdens, helder, maar je hoeft er dus niet nee. voor naar een laboratorium nee, 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 of nee, een nee, loopband of wat dan ook. Je kunt ook gewoon op een baan gaan lopen. ...en Ja, denken, ja maar ik begin met rondjes uh, 100 en ja. ik ga steeds, elke twee minuten, steeds iets harder lopen. Ja. Vorige keer in het spo uh, Sportlab, uh, Jurgen, had je ook een anekdote over topsporters. die in dat geval met het NEERS uh, trainen. Weten we of in de topsportwereld deze Timeware heet het? Hè? Ja. Uh, gedragen wordt door atleten? Of nee, is het zover dacht, nog niet? Hoe kom ik erachter? Nou, ik kom er eigenlijk achter via Steven Seiler. Hmm. Hey. Ja, bekende naam. Ja. Die heeft Dat is de, die werkt dus de hier man al... van het uh, gepolariseerd ja. trainenmodel, toch? Ja, ja, ja. ja, hij werkte hier ook al mee. En hij werkt ook bij een ander systeem waarmee die data. En zo dacht ik, hé. Hey, moet ik eens even een berichtje sturen? En, ja, Waar zo... komt het vandaan? Ook uit het oh, noorden. Oh. Canada. Nu oh, snap okay. ik die S. Van Silent ja, Er staat geen S, er staat een X. <laughs> <laughs> het is oneindig. Ja, is, <laughs> oh, is oh ja, oneindig. hij gaat wel oh. boven ook weer door. Het is een ja, achtje. Nummer ja, ja, ja. acht. Het Wiskunde. komt uit Canada. Ja, elder. En hij werkte ermee. Hij doet veel met langlovers, weet ik uit de verhalen van toen. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Hij is ook gewoon geïnteresseerd in allerlei ja. hè, fysiologische data en onderzoeken. Dus nou, toen dacht ik, hè. Hey, wat, voor een, wat voor een ding heeft hij nou dat hij die ventilatie kan meten zonder dat hij iets op het gezicht hoeft te doen. Hoe ja, we dat ja. tot nu toe ja. vaak adem gaan En aan de Zo de kwam ik erachter En denk. Oh, dan moet ik daar eens even naar uh, achteraan gaan. Dus dit is in die zin echt wel een noviteit. Ik heb nog geen echte uh, atleten. Nou ja, goed, uh, zij hebben, hebben natuurlijk is, is ook. Het is al algemeen verkrijgbaar. Ja, dat wel. Ja, Kunt er ja, is natuurlijk altijd wel weer een nadeel aan die dingen. Oh, vertel. Ja, We moeten hier een evenwichtig Want, beeld geven. Ja, 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 kijk, als je hier. Als je dit koopt, dan hebben zij dus die database en die, uh, die uh, uh, analyses van die, uh, van die testen en zo. Dus je hebt een abonnement nodig. Ja. Oh, ja, okay. Ah, ja, dat nadeel. Kijk, dus dat heb je dan. Maar dat hebben we bij ah, heel veel bij van veel die gadgets. is ja. dat? Ik dacht, is er nog een nadeel in het trainen? Of dat hij nou maar kort meegaat? Of dat hij op een gegeven moment uitgerekt ja, is? Of... Ja, ja, dat ja, dan zo lang we we heb niet. ik hem nog niet. Nee, maar nee, zei... nee. ja, weet je, dat hebben zij natuurlijk ook wel ondertussen wel goed getest. En dat. Ja, ik kan zo... natuurlijk maar x aantal keer ook gewassen worden, denk ik. Ja, daar zit ik zou hem ook uh, met de hand wassen de zelf, uit. denk ik. Ja, je weet dat ik hem ja, in de ja, nee, maar Daar hebben je. ze ook wel wasvoorschriften. Ja, 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 ja. Hey, en weten we, stel even, prijs speelt geen rol. Uh, jij bent mijn trainer coach op afstand. Zou het voor jou ideaal zijn als ik gewoon al mijn trainingen met zo'n shirt zou afleggen? Zou je dat welke, welke extra inzichten zou dat opleveren? Ja. Kijk, het, uh, je krijgt een stukje inzicht over. Ventilatiepatronen. Ja. He, dus maar, dat... Nou, waarom ik het vraag, we weten bijvoorbeeld van mensen die trainen op hartslag, mm -hmm. zeggen vaak, hey, hartslag, dat is niet zo'n hele goede waarde. Nee, maar want daar dit. zit heel veel in, wat ja. niks te maken heeft met je ja. inspanning. Uh, vermoeidheid, stress. Ja, oké, okay, maar dit is, die... is. Geldt dat voor, voor mm -hmm. ventilatie of ademhalingsfrequentie ook? Of is dat? Nou, het, uh, ventilatie en uh, um, hartslag werken op hetzelfde systeem aerobisch systeem. Hij zorgt allemaal voor zuurstofaanvoer. En hebben dus en ook last van dezelfde dingen. Dus eigenlijk hebben we altijd een soort achterstand op werkelijk snelle veranderingen in ah, intensiteit. Ah ja, dat is de eerste. Dus als je korte ja. intervallen doet, loopt je hartslag en dus je Uiteraard, ventilatie dus, als altijd Als gaat sprinten, achteraan. Uh, 30 seconden lang, dan heb je die eerste 10 seconden, ben je nog niet aan het heigen, hoor. Nee. Dat schiet nog niet op. Dus nee. dat, dat is natuurlijk, heb je hier ook mee. Dus ja... Um, en je hebt ook wel eens mensen dat um, dysfunctioneel ademhalen. Dus eigenlijk niet heel regelmatig en soms uh, um, wat stoornissen daarin hebben. Nou, dan weet ik niet of je dan nog daar... Nou, vraag waar ik aan zit te denken is, we hebben het hier natuurlijk veel ook over herstel, over readiness to train, over, ja. ben je belastbaar. Ja. Weten we vanuit de wetenschap, vanuit sportfysiologie, is er een relatie tussen mate van herstel en ademhalingsfrequentie of, of iets op dat systeem? <laughs> Nou, Mizieren. meestal wordt ademhaling toch gezien als in, bij de fysiologie, als niet eh, echt een beperkende factor in het zuurstoftransport. Dat zit er ja, veel dat heb meer. Heb ik jou eerder horen zeggen toen we het in over hartcirculatie en de mitochondriën. Ja. Ja. Maar we weten, en Guido noemt het al, is toch een, een, zeker een trend gaande dat veel mensen het een beetje verleerd zijn om normaal te ademen, ja. rustig te ademen. Zet hem echt boven? Ja, hoog zit in een ademhaling, dysfunctioneel. Ja, uh, ja en dan wordt het, kan het een beperkende factor gaan ja, worden. Je zou deze app natuurlijk meteen, ja. hè, Je zou ook kunnen zeggen, ga er eens mee in rust, rust ja. rondlopen. Ja, dan ja, dan ik, zou die app dat natuurlijk meteen zien. Het zou best... Weet je, ik heb het niet, dus nee. ik kan het ook niet, ik kan het niet testen bij mezelf. Maar ja, wie weet is het wel zo. Dat dat durf ik niet te zeggen. Ja. Zijn we nog iets te premature? Ja, weet je misschien? wat ik wel, uh, ah, wel een idee. Me bedacht Je hebt natuurlijk al die voetballers, die hebben allemaal ook van die hashjes, Ze ja, hebben ons nu allemaal die statistieke hesjes aan, hè? Ja. Ja. Nou, in ieder geval GPS, volgens ja. mij hartslag ook. Dit zou je dan makkelijk in kunnen verwerken ook nog. Of niet? Ja, ja. Ja, ja, zo'n dingetje tussen maar, je En dan toch weer even, zou kunnen. Dat is technologie gedreven. Ja, natuurlijk, ja, je kan er nog een sensor in stoppen. Maar je hebt alleen wat aan een sensor ja, als je wat als doet je, met de ja. data, zegt Guido dan. Ja. Wat doen we met die data? En daar dat merk ik nu, zijn we niet... Los van een, een non-invasieve uh, buiten ja. inspanningstest. Mooie toepassing. Ja. Kan je regelmatig herhalen. Voor mij doe je iedere twee weken zo'n protocol. Of iedere ja. maand. Ja. Mooi. Maar om nou iedere training of iedere nee, voetbalwedstrijd... Ja, dat dus is ook een beetje de, de vergelijking met de, de NIRS... die we in de vorige aflevering hadden. Ik vind het echt bijster interessant en handig als test... Sensor, hè, daar kan ik echt dingen mee testen en dan, en dan is het eens in de zoveel keer. Ja. Maar het is niet een tool waarbij ik dagelijks training stuur. Een vermogenmeter, ja. die gebruik ik hè, we dagelijks. Een hartslagmeter gebruik je dagelijks. Ja. Daar, daar heb je gewoon altijd terugkoppeling met je training van. Dit is niet iets waarvan ik zeg, nou, dat moet je ook altijd elke dag ja. dragen met je trainingen. In dus een Om, omdat test doen. Die ademhaling, in ieder geval in, in het ja. gebruik nu, niet een indicator is die iets zegt over de kwaliteit van ja, training dat, of herstel. Ja. Nee, dat lijkt dan zo. Dan kom te zijn, ik he? weer dan uh, vanuit vraag, vraag aan de sportarts Iemand die, uh, nou, COVID of uh, ja, dat is, misschien dat astma. Ja, en ja, dan ja. misschien een ander medicijn gaat gebruiken of wil afbouwen. Ja, dan krijg je wel andere. Ja, zou je op die manier ja. een beetje kunnen volgen van. Uh, ja, dat weet je dan, maar met... dan wordt het, zeg maar, niet zozeer ingezet in de vorm van. Prestatiebegeleiding, maar dan heeft iemand een aandoening mm -hmm. uh, of ergens last van en die kun je dus gaan, nou ja, uh, dingen in kaart brengen waarvan je denkt: Ja, maar dat is afwijkend, daar wil ik ook tijdens inspanning weten of er iets anders wordt. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als iemand ritmestoornissen heeft, dan denk ik ja. Dan moet ik toch zien wat het is. Dan moeten we je een keer monitoren met ja. een holter. Ja. En dan krijg je zo'n kastje mee. met haar. Ja, ja. Ja. Een Dan moet je dat vangen. Dan zou je op die en dan is dit iets. Dan denk je ja, maar dan kan ja. ik dat meten ja. een hele tijd lang. Ja. Zonder dat ik denk, ja, maar ik voelde me het weer uit gisteren. Dan ja. was ik heel benauwd. Voor of na een puffje of weet je nog niet. Dus ja, weet je. Dat dus ja. is dan weer een specifiek die... medische ja, toepassing. Dus ja. Mensen die hebben dan ergens al last van. En dan kun je het er prima voor gebruiken. Maar dan zijn er waarschijnlijk al alternatieven. Dan ook, dan ook. Ja, maar. Ja. Leuk, interessant. Uh, TimeWare heet het dus, hè? Uh, Drive ja. It Canada. We hebben in de show notes diverse links, zowel naar de studie als naar dit uh, programma. Um, hebben we voldoende uitgelegd hoe die werkt? Alle kanten belicht? Ik hoop het. Ik Voordelen, het wel, nadelen. Niet algemeen toepasbaar, wel hartstikke interessant. En een, een fijne en laagdrempelige manier om ja. inspanningstesten te doen en drempels te bepalen. Kijk, het is een, uh, een hele makkelijke manier om ook ventilatie te meten zonder dat je met een kapje werkt. Helder, ja. En uh, daar kan ik bevestigen. Ik heb een keer bij jou zo'n kapje op gehad, best wel heftig. En uh, dit ja, is anders denk ik. Ja, ja, ja. ja. geeft altijd een benauwend gevoel. En uh, ook als ik verzeg je de hele tijd, ja, maar er zit een groot gat in, dan krijg je gewoon honger. Genoeg... Het voelt anders. Ja. Uh. ja, mooi, interessant, leerzaam, leuk om uh, een uh, inspanningstest te doen met een slim shirt. Dit was alweer een tweede aflevering van het Slimmer Versteren Sportlab. Uh, mocht je nou zitten kijken en je denkt, of luisteren, en je denkt: ik heb nog wel wat vragen, ik heb aanvullingen, ik heb ideeën voor andere sensoren om te testen, dan kan je ze op een aantal manieren bereiken. We zijn de Ads Slimmer Podcast op Twitter en Instagram, maar zeker ook op LinkedIn tegenwoordig. Daar kun je een bericht vinden van deze aflevering, die kun je delen, daar kun je reacties onder laten en ga ze vooral even volgen op die kanalen. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering en dus ook van deze een eigen pagina. Die link kan je delen in je netwerk of je kan daar ook reacties achterlaten. Of mail ons via post-slimmerpodcast.nl met al jouw ideeën en feedback. Tot zover. Uh, we hebben nog meer getest hier in het lab. Onder andere een temperatuursensor. Dus uh, ik nodig je van harte uit om je te abonneren en ons te blijven volgen. En uh, ik kijk uit naar de volgende Slimmer Besteren Sportlab. Tot dan. Tot